Dit is natuurlijk voor 11:45 op zondagmiddag een spectaculaire wedstrijd, met name de tweede helft. Met twee ploegen die eigenlijk veerkracht hebben getoond. Wij komen op 2-0, dan denk je van nou, Ajax, dat is gebeurd. En een kwartier later staan we gewoon 3-2 achter. Is dat de verdienste van Ajax of de stommiteiten van jouw ploeg? Nou ja, ik denk dat allebei niet 100% gewoon waar zijn. Het is wel zo dat wij de goals, twee keer van Linsson, het verdedigen van voorzetten van de zijkant. Eigenlijk hadden we daarvoor Flamengo op het middenveld erbij gezet, omdat hij ook doorverdedigt in de 16. Maar ik moet het nog even terugzien. Maar dat Linsson kon twee keer vrij in borsten en één keer inschieten. Ja, dat is gewoon niet goed. Maar het waren goede goals van Ajax. Maar ja, dan komt de veerkracht bij ons weer. Dan lig je geslagen, denk je dat je de wedstrijd gewonnen hebt. En dan wordt het 3-3. Echt goed uitgespeeld. En ja, een geweldige goal, 4-3. En mooier kan eigenlijk niet. Nee, hier is het rubber bij te stralen. Maar er was nog wat, hè? Ook nog bekertjes hier en daar. En wat doet dat met een ploeg? En wat doe jij dan? Ja, nee, we hebben na de tweede keer even, omdat wij net scoorden, bij elkaar geroepen en gezegd van wij gaan niet een extra verdediger brengen. We gaan gewoon overal 1-op-1 spelen. En laat de keeper die ballen maar hoog naar voren trappen. En dan, ze hebben nog, volgens mij was het Bergmijn, die schoot nog over uit een corner volgens mij. Maar we hadden het zelf ook nog af kunnen maken. Dat had je al eerder kunnen doen, ja. Net na die 2-0. Ja. Boef, toch? Volgens mij was het al 3-0. Descott, maar de vlag ging omhoog. Dus ik weet niet of die had geteld. Het feit is dat je dus bijvoorbeeld van Almere verliest, dat kan, maar dat je dus Ajax nodig hebt om de rug weer even... Er is wel iets naar boven gehaald in de ploeg en dat heb ik net in de kleedkamer ook gezegd. Dat mag geen incident zijn. Jullie kregen wel eens verwend dat jullie niet het Utrecht-DNA hadden, dat jullie te veel de ideale schoonzoons waren. Nou, er is met een passie en strijd en een mentale weerbaarheid gestreden. Dat is top, maar dat mag niet een moment zijn en niet alleen tegen Ajax. Alleen, ik blijf erbij dat de analyse van Volendam en Almere ook heel lastig is, omdat we twee keer met een rode kaart kwamen te zitten. Jullie komen er wel uit? We zijn goed op weg nu. Je zei namelijk vooraf, je moet ook sterk zijn als het je tegen zit. Dat is uitgekomen. Nou ja, ik ben nog geen moment negatief geweest, depressief geweest. Ik zie zon aan het eind van de horizon. En ik wist dat het zou gebeuren. En vandaag was natuurlijk een uitgelezen moment. Wat een dag. Wat een dag.